Het wordt wel genieten, ja. Dit is een fort wat ooit in 1625 is men begonnen met de bouw, eigenlijk ter bescherming van steenbergen. In de loop van de eeuw is het in onbruik geraakt. En toen wij het zeg maar begin 2000 eigenaar werden, was het eigenlijk een vormeloze grondbult en kon je eigenlijk niet meer zien dat het ooit een fort was geweest. Het is echt een rode draad in ons gebied. Het zijn lokale architecten. Ja, en het heeft echt internationale allure. Dus het is heel subtiel, maar het is wel herkenbaar. Als je op het ene fort bent geweest en je komt hier, of bij ons bij het benedensas, en je ziet hier weer, denk je wel van, hé, dat is hetzelfde. Dus het vormt de eenheid. Er waren heel veel inzendingen, een stuk of 100. Nou, de dino, de giraf, ja, daar lijkt hij wel een beetje op. Is natuurlijk heel erg leuk, maar die is niet geworden. Ook niet de Hoge Toren, want het is een cadeau van onze oud-burgemeester Jan Hogedoorn. En die geeft hem nu ook weer terug aan de inwoners van Steenbergen. Ja. Ja. En je gaat hem ook nog niet verklappen, hè? Nee, nee.